Dit wordt nou mijn favoriete plekje om denk ik een video te beginnen omdat het er zo gaaf uitziet. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer. Zelfde Play 20, terug met een nieuwe aflevering. De vorige aflevering hebben we enorm veel gebouwd. En als ik zeg enorm veel gebouwd, dan hebben we echt enorm veel gebouwd. Hebben we het best trouwens al gedaan? Oké, die hebben we al gedaan. Gelukkig maar. En in deze aflevering, er is wat bouwwerk dat we nog moeten doen. Maar maak je geen zorgen, we gaan niet heel de dag dedicaten aan bouwen zoals we de vorige keer hebben gedaan. Want velen hebben me gevraagd, waarom hebben we nog niet het speciale zwaard? Waarom hebben we Flareon nog niet opgeroepen? Waarom heb je nog steeds je pistooltje niet zoals dat je je pistooltje eigenlijk zou willen hebben? De reden is, daar hebben we weer Hellstone voor nodig. En daar had ik helaas nog geen tijd voor in verband met dat ik zo ging bouwen. Dus als ik me niet vergis, moet ik heel eventjes weer terug naar... deze hier boven neerzetten. Moet ik weer terug heel even naar boven kijken? Want volgens mij had ik al die wapens in deze kistjes gedaan. Klopt dat? Nee? Heb ik dan een wapenkistje gemaakt? Ik weet het toch niet meer. Ik heb die kistjes ergens ingestopt. En trouwens, heel eventjes over de... Ja, hoe heet dat ding ook alweer? Heel eventjes over die wand waar ik het over had. Of ik daar toestemming voor ga krijgen. Oh, hier wapens. Ik zie hem toevallig hier wapens, zo in ieder geval. 1, 2, 3. We hebben al 3 zwaarden. We hebben de handkunde. Dus ja, ik moet echt eventjes weer voor Hellstone gaan. Maar goed, in ieder geval, hier hebben we die wand. Die hadden we al, dus domme ik. Ja. En trouwens, ik had nog een hele handige comment gekregen. Op het moment dat je dit ding dus pakt, dan kun je hierop... Kun je de Mechanical Ruler uit en aanzetten. Dus heel erg bedankt. Ik wist niet dat dat icoontje daar zat. Dus heel erg bedankt. Ik ben echt blij om dat dat weet. Zit dat ook bij deze hier? Als ik deze bij me heb. Even kijken. Traps. Kan ik dat nog uitzetten? Ah, je kunt de ruler uitzetten. Oh, dus ik kan hem gewoon bij me houden. Hoe is het mogelijk? Oké, ik heb zo dus ook zeg maar gewoon de right wire, bright, normal, faded, bright. Je kan zo de settings een beetje veranderen, dat is wel handig. The more you know. Dat zijn dingen die wist ik dus echt niet. Wauw. Ik heb bijna ondertussen 800 uur op dit spel staan en ik leer nog iedere dag. Dus, goed. Wat ik wil gaan doen is, ik wil even wat potions maken en eventjes die map weg, want die map is irritant. Obsidian skin potions, kan ik die maken? Dice... we moeten ook nog echt veel vissen nou. Even kijken. Volgens mij hadden we daar de Fire Blossom voor nodig. Zo'n Simitorn. Water moeten we sowieso gaan halen. En als ik me niet vergis... Ook Obsidian. Heb ik nog een Obsidian? Ik denk dat ik wel genoeg obsidian heb. Oké, dus we moeten de obsidian eventjes mee gaan halen. Ga ik even gelijk even water pakken. Oh, verkeerde kant op. Ik probeer het zo te doen. Dat werkt veel beter. En een jolteon erbij. Nog meer snelheid. Mooi. Oké, nou eventjes snel eventjes water vullen. Ja, ta, ta, ta. Dat is heel erg belangrijk, want dan kunnen we dus... kunnen een jellyfish in een jar stoppen. Yes! Nou, ik hoop in ieder geval wel dat we genoeg hebben om... even kijken hoor. Obsidian skin potions. Hij moet er tussen staan. Staat er niet tussen. Ik mis iets. Wat mis ik? Steven! Of Steve, sorry. Wat mis ik? Wat heb ik nodig voor obsidian skin potions? Ik wist dat ik obsidian nodig had, toch? Ja. En wat nog meer? Water leaves. Ah, niet frostcom, maar de water leaves. Heb ik water leaves? Ik hoop het. Ik heb maar 1 potion nodig. Volgens mij heb ik het. Och, meer als genoeg. Nou, dan kunnen we dus hier naar boven toe. Obsidian skin potion. Nou, ik heb er maar 1 nodig. Volgens mij, ja trouwens, je kunt... Weet je maar, we doen nog voor de zekerheid 2. Dan hebben we toch nog 2 van die potions, dus waarom ook niet. Goed, ik stop heel eventjes weer alles terug in een kistje. En ik zie jullie in een seconde. Oké, ik heb het allemaal weer teruggestopt. En nou is het dus eventjes snel tijd voor een mining sessie. Dus moet ik heel eventjes naar mijn elevator. Waarom heb ik eigenlijk mijn inventory? Mijn inventory die heb ik niet goed aan. Ik bedoel, verkeerde knop. Deze moet ik hebben. Als ik er zo uitzie, dit ziet er heel gek uit. Maar op het moment dat ik zo eruit zie, dan is mijn defense op 39. Heb ik dit aan,
Dan is mijn defense maar op 18. Dus we zien er zo uit, maar we dragen daaronder eigenlijk ons armor. Zo werkt het een beetje. Nou, ik dacht dat ik op 42 was, dat op 41. Oh ja, ik heb iets anders. Nou, deze die had warding en... Nou zit het op 43. Juist. Ik heb de fishing line nou even niet nodig, want wij gaan heel eventjes naar... Hell. Oh ja, trouwens, mensen die hadden zich ook nog afgevraagd van... Is het nou niet gevaarlijk als hier dadelijk... op het moment dat we in spoilers zitten... is het niet gevaarlijk om hier een mushroom... een mushroom biome te hebben? Het kan gevaarlijk worden, laat ik het zo zeggen. Maar daarvoor heb ik ook de gates neergezet. En ik weet het, sommige dingen die kunnen heel erg gevaarlijk worden. Maar ik moet ook eigenlijk een beetje meer van die seeds hebben. En er is een manier om dat te doen. Om om een NPC in een mushroom biome te krijgen. Dan kunnen we dus een... Dan kunnen we dus die seeds kopen. Maar het nadeel is... Ja, zoals ik al zei... Wacht even, heb ik trouwens al... Volgens mij heb ik dat nog niet gedaan. We hebben heel veel kistjes. En volgens mij heb ik al die kistjes nog niet eens geopend. Ik denk dat ik die shadow key even mee ga nemen. Ik bedoel, we gaan toch naar hel. Dus laten we er een hel aflevering van maken. Ik bedoel, waarom ook niet? Kistje! Nee, wij willen eventjes... Heb ik die... Waar had ik die nou ook weer in zitten? Heb ik die misschien in mijn... piggyback? Ja, die had gewoon in mijn piggybank. Wauw. Ik moet echt vaker een beetje opletten van wat ik nou precies in mijn piggybank heb en wat nou niet. Ik bedoel, serieus, natuurlijk is het handig om dit gewoon zo in mijn piggybank te doen. Goed, ik zie jullie in... Nou, trouwens, ik heb helemaal geen zin. Ik heb de vorige keer heb ik zoveel geknipt. Ik heb geen zin om te knippen. Ik neem jullie gewoon met me mee. Punt. Ondertussen even... Ik praat nou heel erg veel, dus oh, ik krijg gewoon een droge mondpan, bro. Ik bedoel, het is nou niet dat ik op knopjes hoef te drukken of zo. Het is wel heel erg donker op sommige momenten, dat moet ik wel zeggen. Misschien moet ik daar een keertje toortjes in plaatsen of zo. Yay! Snel knopje in druk, hou een toortje vast, wat leuk. Slime is falling from the sky. I don't care. Dit is al de derde keer dat het gebeurt. Ik heb al zoveel king slimes verslagen. I don't care. Laat maar lekker vallen. Ik heb meer dan genoeg van de gel, dus... Ja, maar events zijn zeldzaam. Nou, bij mij niet. Bij mij komen ze altijd op de meest onlogische momenten. Ik wil gewoon nu naar hel. Ik wil hellstone minen. Punt. Klaar. Komma, uitroepteken. Oké, nou, dit mag even weg. En... Ben ik hier nog helemaal niet geweest? Hier nog helemaal niks. Echt helemaal niks. Oké, ik moet wel voorzichtig wezen natuurlijk. Dat is overduidelijk. Oké, dus we hebben slime van een... Falling van de sky. En Bofton die denkt bij zijn eigen van... Oh, dat is een perfecte cue om een feestje te gaan beginnen. Wat jij wil, Bofton. Nou, wij duiken gewoon de lava in en we zien wel. Hoppakee. Wij duiken gewoon de lava in en we zien wel hoeveel dat we kunnen minen. En don't worry, dit wordt gefast forward. Oké, we hebben nog iets meer dan een minuut hebben deze potion. Maar ik vraag me eigenlijk toch het een en ander eigenlijk af als we zo'n potion gebruiken. En we zitten zo lekker in de lava te zwemmen. Ik bedoel, Flareon die heeft ons ook een lesje gegeven. We hebben nog minder dan een minuut, dus we moeten het nu echt uit gaan proberen. Op het moment dat je hierin bent, waarom heb je geen zuurstof nodig? Ik bedoel, even... Dank je. Waarom heb je geen zuurstof nodig? Ik bedoel, ik snap het is lava. Maar ook al is het lava... ik bedoel, het is niet dat je een lava zou adem kunnen halen, ook al ben je immuun tot vuur of zo. Ik bedoel, serieus, hoe zou dat werken? En wat ik dus heel graag uit zou willen proberen is, op het moment dat wij dus nou geen obsidian skull hebben, dus niet dat shield zouden equippen, zouden wij dan daadwerkelijk damage nemen om hierop te staan? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Nee, daar ben je ook immuun voor. Oké, dan moet je nou. Dat zijn even dingen die ik even wil weten. Ik bedoel, waarom ook niet? En ik heb nog maar 8 seconden, dus ik denk dat het tijd is om eventjes terug te gaan. Oké, dus we hebben ballon... Oké, dit is een heel... Dit wordt de thumbnail. Dit wordt de thumbnail, right hier. Vind ik eigenlijk wel dat ik hier bovenop moet staan. Ik vind bovenop de boom gaan staan. Ik bedoel, ballonnen en slimes die vallen.
Ik vind dat het mogelijk is. Gewoon eventjes voor de thumbnail. Ik neem jullie daar gewoon heel eventjes mee. Hoe worden thumbnails gemaakt? Nou, heel erg simpel. Zo. Ballonnen en slimes. Ik vind het geniaal. Maar ja, dat betekent wel één ding. King Slime die zal dus spawnen. En weet je wat? Ik ga gewoon heel eventjes naar mijn Battle Arena. Deze zetten we heel eventjes open. Deze zetten we even... Ah, nou ja, het zijn slimes. Ik denk niet dat slimes dat... Nee, zet maar uit. Goed, ik doe heel eventjes snel deze slime regen eventjes voorbij. En ik zie jullie wanneer dat voorbij is. Want ik heb andere dingen te doen in deze aflevering. En anders komen we nooit bij die final boss. Ik zeg final boss. Dit is niet eens een final boss. Trouwens ook heel handig om een blue candle neer te zetten in je battle arena. Dan spannen er veel meer vijanden. Nou ja, veel meer. Redelijk meer. Oké, King Slime is wakker. Dan vraag ik mij af. Als wij deze aan hebben. Nee, werkt niet tegen King Slime. Jammer. Zou leuk zijn als dat wel zou werken. King Slime, je zit een beetje in het lava te klieren. Doe dat nog eens. Blijf in de lava. Vind ik wel leuk als je dat doet. Blijf in de lava hangen, dat is leuk. Het grappige is, ook al zou die in de lava sterven, alle items die droppen, die zullen niet vallen, die zullen niet verbranden in de lava. Zoals je hieronder kan zien, al het geld wat er nog ligt, al dat geld kunnen we gewoon nog oppakken. Omdat het is zo'n dun laagje lava, tot we, ja, gewoon het op zouden kunnen pakken. Oké, wees wel voorzichtig dat je het natuurlijk wel voorzichtig oppakt en niet door de lava heen gaat lopen. Want dat hebben we de vorige keer gezien, dat deed pijn. En ja, sorry Eevee dat ik dat toch deed. Ik bedoel, jij hebt hele goede lessen gehad. Weet je zeker dat je niet gaat evolueren in een Flareon als je te lang in de lava blijft of met Hellstone in aanraking komt? Ik bedoel, serieus. Oh, dat was een beetje te heet. Nou, vooruit dan, maakt niet uit. Jullie hebben niks gezien. Oké, nou heel eventjes al dit pakken. Weer heel veel chill, wat leuk. Oké, goed. Waar ik op wou focussen ook nou, is eventjes de fishing pet. Ach, zelf jij hebt een petje op, wat leuk. Heeft de fisherman ook een petje op? Mumee! Mumee, wat zie je er leuk uit. Bryce wants you as the official planet of the Carbs Errand Monkey. Monkey! En jij wil de corruptievis. Oeh, die kan gevaarlijk worden. Even kijken, hebben we water in corruptie? We hebben best wel veel water in corruptie. En we moeten toevallig langs de corruptie om heel eventjes een zwaardje te maken. Moet ik er wel even bij zeggen op het moment dat we dat zwaard maken. Ik wil nog heel eventjes bij de B-soort blijven. Omdat op dit moment is de B-soort gewoon veel fijner om te hebben. Waar is mijn... Waar is hij? Daar is hij. Even double team gebruiken. Oké, nou dit kunnen we even allemaal quickstacken. En al die banners en al die royal gel dinges die kunnen we gelijk even verkopen. Dus dat ga ik heel eventjes gelijk doen. Hi. Die mag verkocht worden. Hé, we hebben weer Mushroom Crash seed. Handig. Ninja Pants kan verkocht worden. Oh ja, de Slime Gun. Dan ben je nat. Hier, mag je hebben. Koop het. En je druipt slijm. Oh, wat slecht. Even kijken. De Royal Jelly kunnen we verkopen. Die wil ik allemaal houden. Die wil ik zeker houden. En de ninja dinges, die hebben we ook niet nodig. En de emmer, die kan trouwens eigenlijk weg. Want ik heb de emmer nou op dit moment helemaal niet meer nodig. Dus die kan eigenlijk terug in de materialendoos. Even kijken. Materialen. Daar mag de emmer bij komen. Pinksele gel, hartstikke leuk. Even kijken. Want ik weet dat we nou... Want ik weet dat we iets er nog van hadden. Ja, Hellstone. Mooi. Heb ik obsidian nog? Heb ik een obsidian nog? Of? Nee, die heb ik niet meer. Nou, die moet ik hier even bij pakken. We kunnen namelijk weer extra Hellstone bars maken. 52. Ik denk dat dat genoeg is. Want we hebben de armor al. Dus, en het grappige is, ja, je zou voor de pickaxe kunnen gaan. Maar de pickaxe is nou niet echt bepaald sneller. Dus wat we willen maken is de Fiery Greatsword. Die willen we eentje maken. En nou wil ik eventjes mijn pistooltje pakken van de wapens. Wapenszooigeval. En dan wil ik dus de handgun pakken. En de handgun die vervangt op het moment nog helemaal niks. Ik heb heel veel wapens. Zo, ik heb echt heel veel wapens hier. Fishing pole. Filetorn die kan je wel vervangen ondertussen. Want de filetorn die... Laten we eerlijk wezen, die gebruiken we niet meer. En dat was taboe zelfs nog eens een keer. Maar dat maakt niet uit. Op het moment dat we die bij ons hebben, dan kunnen we namelijk de Phoenix Blaster maken. En een Phoenix Blaster is een hele goede Rootless. Is dat goed? Minder knockback, extra damage. Knockback maakt mij eigenlijk niet zoveel uit.
ik vind hem wel goed. 29 damage, dat is enorm veel eigenlijk. De bel die mag eigenlijk... Waarom heb ik de bel nog steeds bij mij? Ik bedoel, de hamer. Laat ik die heel eventjes in de piggy bank stoppen. Proef. Dus de... Ja, Shadow Key die wil ik nog even bij me houden. Dus deze die mag hierin. En de bel die mag daarin. Dat zijn allemaal van die items die je echt alleen maar tijdelijk nodig hebt ofzo. Dus... voor de rest... Obsidian Skin Potion die hebben we nou ook niet meer nodig. Die mag ook... Bij de potions. Dat is wel een stuk makkelijker als we die gewoon bij de potions hebben. Die, daar. Hoppakee. En we moeten wel opschieten, want het wordt al een beetje avond. Dus we moeten gaan vissen. Voor de rest, ja, de oars en de bars. Deze die mogen daar dan ook bij. Want die zullen we nou ook niet meer gebruiken. Deze die mogen daarbij. En de obsidian, die mag weer terug de materialenkist in. Goed, dan hebben we de wapens nodig. Wapensooi geval. En dan pakken we dus alle zwaarden die we nodig hebben. Dat zijn 4 zwaarden. Dus de Muramasa. Fiery Greatsword. Forces Blades of Grass en de Light's Bane. Dat zijn de 3 die we nodig hebben. Ah, Bunny die ook nog eens in een keertje. Ah, zelfs de bunnies hebben party hats op. Wat leuk. Oké, nou, wij gaan zo snel mogelijk nou... Jolteon, ik kies jou. Wij gaan nou zo snel mogelijk richting de corruptie. Om daar zo snel mogelijk eventjes te gaan vissen. En hopen dat we daar dus de vis van de dag kunnen vangen. En we hebben er nog wel heel eventjes de tijd voor. Dus, ja, moet ik jullie daar per se bij meenemen? Ja, ik vind het van wel. Ik bedoel, zoals ik al zei, ik wil minder knippen. Dus ik wil jullie een beetje meer bij de gang van zaken bij Terraria erbij hebben. Ik wil serieus, een slijmregen met een party. Hartstikke leuk. Het emotionale is, de party is bijna over. Ik bedoel, een party dat duurt maar 1 dag. En trouwens, ik schrok er eigenlijk al van. Ik heb al 650 blue slimes verslagen. Wauw. Deze let's play is al groot. Ik bedoel, als een karakter zoveel slimes heeft slagen, dan is het best groot. Nou. Ik ben in ieder geval wel blij dat Jolteon zo lekker snel is. Dan hoop ik niet dat ik hier ergens het water in knal. Want op het moment dat we het water in knallen, dan hebben wij frozen status. Waardoor dat we het probleem krijgen dat, ja, op het moment dat je frozen status hebt... Ik hoor wat ik niet wil horen, dank je. Op het moment dat je frozen status hebt, dan heb je natuurlijk dat je dan een stuk langzamer bent. En ik weet niet meer wat precies nou de doorgang was. Deze. Ja. Ik hoop dat dit genoeg water is. Het is diep genoeg. We zien het zo. Nou, we verliezen heel veel fishing power op die. Heb ik een iets meer water gig? Die is groter. Ik bedoel, we hebben niet echt veel bait bij ons. Dus we willen wel op een groot watertje vissen. Bij groot waterland. En als jij in een bootje voorbij gaat, dan hoor je misschien Alfred Jodocus Kwak zingen. Juist. Ik weet niet waar dat in één keer vandaan kwam. Oké. Is dit beter? Hij zegt van niet. Seaweed! Hij is echt niet beter. Nou, ik zei... Oh, wacht eventjes. Ik moet ook eventjes dit even allemaal equippen. Wordt gevaarlijk, ik weet het. Maar dat maakt niet uit. Dat overleven we wel. Ik bedoel, we hebben dubbele Flareon bij ons. Oké, kom op. Ik weet dat de fishing power nou niet zo... Ja, oké, we hebben hem nou hoger in verband met de equipment die we nou gebruiken. Met water is niet echt gunstig. Maar ja, het is maar voor 1 vis. De Corruptor. Hai. Op zich heb ik nooit echt problemen gehad om hem te vangen, dus... Het wordt hier gevaarlijk. Ik heb nog maar 3 baits. Weer zeewier. Ah, dit is niet gunstig. Ah, de partytijd is over. Oh boy, dit ziet er niet goed uit. Ja, daar hebben we hem. Eater of Plankton. Mooi, nice. Oké, ik denk ik ga er toch heel eventjes een kleine knip van maken. En het was ook maar een kleine knip die we nodig hadden. Goed. Als we bij een Demon Altar staan, dan kunnen wij de Night Edge maken. Poef. Rootless, ook al. Dus minder knockback, extra damage, 52 melee damage. Nice. Nou, laten we eens even kijken of we iets goed krijgen van onze fisherman. Mummy, ik ben thuis. Oh, Mummy. Timmy. Oh ja, dat is die groene torch die ik daar neer had gezet. Ik denk al, hé, wat is dat nou weer? Oh ja, wacht eventjes. Wij hebben ook de bommen en wij hebben de star. Die star die zou ik eigenlijk ook aan die seconde timer vast moeten maken. Zodat we hier elke keer mana stars kunnen hebben. Oh, en mijn trap staat hier nog open. Dat is niet echt handig. Ik bedoel, dat is handig als er een evenement gaande is zoals slimes of zo. Maar voor nu... hi, kijk eens. Wat hebben we gekregen? Sona potion, extra bait. Niet echt interessante dingen, jammer genoeg. Maar... Ze zijn decent. Zeker decent.
Nou, voor nu zet ik dus nog heel eventjes de Rootless Night Edge in het kistje. Ik weet dat die veel meer damage doet als maar die bijen, die zijn enorm handig. En die kleine chip damage die de bijen geven, ja, dat is gewoon heel erg handig om dat bijen te hebben. Dus daarom. Wapensgeval. Nou vraag ik mij af, zou ik dit nog in deze aflevering doen? Want we zitten al op een bepaalde tijd. Ik zit echt na te denken, jongens. Ik denk... Waarom ging ik dat eigenlijk verkopen? Ik bedoel, serieus, het is gewoon garbage. Ik kan gewoon wegflikkeren. Nee, maar niet uit. Ik denk dat ik het inderdaad wel... Ja, waarom ook niet? Ik bedoel, hebben we nog een building potion? Hoe maken we een building potion? Ik bedoel... Het is toch... De tijd is aangekomen om ons te gaan focussen op de Wall of Flesh, dus... Al ben ik daar niet zo'n liefhebber van. Hout hebben we genoeg. Ja. Geef me even een seconde. Oké, ik ben bang dat we maar één potion kunnen gaan maken. Eén mining builder potion. Oh, oh. 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 6 uit 1 blink root. Wauw. Oké, dat is pretty nice. Ja, dat is de alchemy table. Die zorgt ervoor dat je soms de kans hebt dat je dus niet een... dat je geen... een bepaalde plant gebruikt. En ik denk dat het een keertje tijd is om ook eventjes daar een vorm voor te maken. Maar ja, daarvoor meer in de volgende aflevering. Maar goed, even terug naar hel. Nou, wacht eventjes. Ho eens even. Deze aflevering is al over de 20 minuten heen. Ik denk dat we dat beter hel nog even kunnen focussen op een volgende aflevering. Dus ik denk dat het tijd is voor het leukste momentje van de aflevering. Tenminste, dat denk ik. Namelijk de comment van de dag. En de comment van de dag, die komt van... Svinny Dutch. En die had geschreven, door jou heb ik Terraria. Nou Svinny, fijn dat je Terraria hebt. En hopelijk dat je er heel erg veel plezier mee hebt. En natuurlijk bedankt voor je leuke comment. Wil je nou zelf ook op zo'n bochtje komen in de Awesome House of Comments? Laat een reactie achter van jouw leukste momentje van deze aflevering. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt, misschien wordt jouw comment wel geselecteerd. Met dat, dank jullie toch voor het kijken. Ga ik toch hier de aflevering afsluiten. Laat een like natuurlijk achter voor de party en de slime tegelijkertijd. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik dank jullie allemaal voor het kijken. Ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar lekker belangrijk. In ieder geval, een hele fijne dag toegewenst. En tot de volgende video.